Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schild of andere kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen, is die ader soms gesprongen en ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens A, zeg eens A. Heb ik suiker of is het kaak? Waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A, zeg eens A, zeg eens A. Dat was heerlijk, Mintje. Voortreffelijk. Wat heet? Verrukkelijk. We hebben geloof ik dat ik 2 kilo aangekomen ben sinds we met die zaak bezig zijn. Nou, dat kan best, want ik ben 2 kilo afgevallen. Oh, nou. Dat houdt de zaak mooi in evenwicht, hè. Hebben we nog wat toe? Nee, want dan wordt Jopie helemaal te zwaar. Wat, geen toetje? Nou, dat komt prima uit. We moeten opschieten. We moeten vanavond de alarminstallatie klaar hebben. Kom maar, Jopie. Oh, dan heb ik me mooi voor niks uitgesloven. Uitsloven met wat? Met een toetje. En we hadden geen toetje. Ach, dat was toch maar een grappie. Er is toch altijd een toetje sinds meneer hier in de kost is. Wat denk je anders dat hij zo dik van geworden is? Ga maar weer zitten, Koos. Toetje gaat door. Jopie, hou je koest, hè. Je weet dat ik daar niet van hou, hè. Appeltaart. En nog warm ook. Ja, dat is zelf gemaakt voor de warme bakker. En je blijft eraf nog even wachten. Even wachten. Ook voor ik het vergeet, Koos. Ja. Vrijdagmorgen 10 uur plaatselijke tijd moeten we bij de notaris zijn. Overmorgen 10 uur. Is genoteerd. Zo. Hé, een lekkere appeltaart. Daar zou ik wel eens een lekker bakje koffie bij lusten. Heb jij daar tijd voor, Daan? Nou, als je heel erg opschiet. Goed, meneer Ko. Kom voor elkaar, meneer Ko. Kom eraan, meneer Ko. Waarom moet jij naar de notaris? Tekenen. Ga je het testament laten maken, Joop? De statuten, Mientje, van de BV. Oh, oh. En, maar wat moet Koos dan aan mij? Ook tekenen. Wat moet jij ook tekenen? Ja, natuurlijk. Het doet toch 50-50, Sam Sam? Ja, ja, maar ik heb het niet zo op te tekenen. Waarom niet? Nou, als er wat misgaat, dan heb jij ook getekend. Ja, natuurlijk. Nou, dan ben je medeverantwoordelijk. Nee, Mientje, dat is nou juist het mooie van de BV. Een BV kan failliet gaan, maar wij niet. Weet je dat zeker? Ja, natuurlijk wil ik dat zeggen. Lees jij geen kranten? De BV pleiten. De arbeiders op straat en de directeur gouden handdruk. Dus het enige waar je bij een BV voor moet zorgen is dat je directeur bent en geen arbeider. Ja, dat is toch je reinste knoeierij. Zolang het nog steeds mag van de wet, is het goud eerlijk. Ja, ja, maar... Hey, kom. Als jij naar de notaris moet, dan moet je een nieuw pak. Pakken. Ja. Ik heb toch een keurig zondagsjasje met een bijbehorende broek? Echt, het zondagse pak, dat glimt op de billen. Ik ga er niet met mijn rug naar de notaris staan. Nee, ik denk wel dat wij even mogen gaan zitten. Met zo'n lekker sigaartje uit zo'n luxe lederen showdoos. Koop jij een nieuw pak voor die notaris? Wat Jopie doet, moet hij helemaal voor zijn eigen weten. Jij gaat netjes. Ik weet hoe het hoort. Ja. Dit is mijn know-how. Die mag je hebben voor niks. Ja, Mien heeft gelijk, denk ik. We zijn met een nieuwe business gestart, dus we moeten onszelf ook maar eens in het nieuws steken. Het is tenslotte voor de zaak. Oh, iets voor de zaak? Ja, tuurlijk. Ja, maar dat verandert de zaak. Ja, nee, maar dan ben ik het er volkomen mee eens. Mag ik even vangen dan? Even vangen? Wat vangen? Oh, je bedoelt dat? Ja. Ogenblik. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Alsjeblieft. 500 piek om je piekfuin aan te kleden. Hadden jullie niet gedacht, hè? Nee, maar als het nodig is, dan laat Jopie het breed hangen. Onthoud dat. Oh, nou. Tof, Jopie. Hartstikke bedankt, hè? Ja, niet te danken. Oh, en als we even verder zijn, krijgen jullie die 2500 gulden die ik van jullie geleend heb ook zo cash terug. Ja, maar Joop, dat was 3000, hoor. Ja, Joop, 3000. Ja. Ik heb jullie toch net 500 gulden teruggegeven? Ja, maar hoela! Dat geld, dat was spaargeld, al geen kleedgeld. Ik denk al, er is een aap uit zijn gat gevlogen.
hij is van harte welkom, hoor. Vanmiddag om 1:55. Ja, dat is in orde. En zegt u hem dat hij vooral zijn mond dicht moet houden? Oh, nee, geen sprake van, absolute zwijgplicht. Nou, dan sluit u hem maar op. Oké. Ik zie hem vanmiddag wel verschijnen, ja. Weet jij wie ik vanmiddag aan moet stippen? Geen idee. Henny Huisman. Moet hij vanavond optreden, is zijn stem kwijt. Henny Huisman? Maar ik dacht dat hij helemaal geen stem had. Ik dacht dat hij alles playbackte op een bandje. Nee, hij playbackt niet. Die andere playbacken. Hij kan zelf praten. Oh. Maar hoe komt hij dan bij jou terecht? Nou, ik heb tot dienst tot 6:00. Ik heb hem gezegd dat hij tot 5:00 zijn mond stijf dicht moet houden. Goh, leuk, hè? Zie ik Henny ook eens een keer. Live. Ah, het is vast een flauwe grap van de een of ander. Een playbacker die zijn stem kwijt is. Dat kan toch niet? Dokter van de Kloeg? Dat is Henny. Hij heeft hem weer terug. Ach. Dag, schattenbout. Dag, mijn kleine mannetje, man. Ach, wat is die een grote jong. Wat, nou kan hij al zelf bellen? Doe Henny me groeten. Ach. Nou, wanneer kom jij nou weer eens een keer bij oma logeren, hè? Nou ja, die is er ook hoor, schat. In de keuken, denk ik. En oom Hans is naar het ziekenhuis. Nee, lievertje, dat kan toch niet? Oma moet nou toch werken, hè? Oh, daar is tante Mintje. Oh, dit is Pimmetje. Oh, nou, hier komt tante Mintje, kleine schat, hoor. Daar schat ik in. Hallo! Hallo? Afgebroken. Hoe vindt u dat nou? Jammer, hè? Ja, nee, ik bedoel dat die kleine schurk zomaar zelf opbelt. Bij het helemaal alleen? Ja hoor, meneer is nog maar net 2, staat daar helemaal zelf zijn oma op te bellen. Mm. Nou, al hadden ze me een beetje geholpen, dan nog was het prachtig. Ja. Wat ik u vragen wilde, mag ik vanmiddag eventjes een uurtje weg? Want Koos die moet een nieuw pak hebben. En daar ben ik het liefste maar zelf bij. Ja. Want anders dan komt hij met de raarste combinaties thuis. Tuurlijk, dat is best. Ga uw gang. Ze moeten morgenochtend naar de notaris. Oh. Om te tekenen, de statuten van de BV. Zo, dat begint vast de vorm aan te nemen. Ja. En er hoort een vormvastpak bij. Nou, ik ben benieuwd. Nou, anders ik wel. Ik heb het er niet zo op, hoor. Notaris, statuten, BV, tekenen. Het geeft alleen maar zorgen. Koyo video. Zal ik u wat zeggen, dokter? Ik heb maar het liefste dat Koos gewoon in een overal hier en daar een klusje doet. En dan nog het liefste hier, want dan kan ik hem tenminste in het oog houden. Ja, mevrouw Dobbelsteen, wat zal ik u zeggen? Het is met mannen net als met kinderen. Eens moet je ze loslaten. Ja, u hebt makkelijk praten, maar ik kan Koos helemaal niet loslaten. Dus als er wat misgaat, ga ik mee in de afgrond. Tje. Oh, dat is voor mij. Momentje, Tom. Hey. Hansberg. Ja, natuurlijk. Wie zeg je? Esther? Esther van Dam. Ja. Nou, geef hem even dan. Hallo, Hans Hansberg. Ja, hallo. Oh. Ja, sorry, ik weet helemaal niet beter of Lidie heeft die even bij je langsgebracht. 6:00. Ja. Nu? Nee, dat kan niet. Ik moet zo direct opereren. Dag. Ik bel zo direct Lidie wel, hè? Ja. Dag. Lidie, dat is toch te gek. Verdomme. Kom je, Hans. Ja. Je helpt mij herinneren dat ik Lidie straks even bel. Gert-Jan, heb jij me gisteravond mijn autosleutels teruggegeven? Ach, zie je nou wel, waarom zeg je dat nou niet? Dan loop ik mijn ongeluk te zoeken. Nee, natuurlijk niet. Je kent me toch? Ik denk natuurlijk dat ik ze kwijt ben. Zeg, hou je brutale mond. Kom ogenblikkelijk hier die sleutels brengen, want ik moet visites rijden en ik ben hartstikke laat. Wijze flurk. Hoe gek word je van dat ding? Dokter van de Ploeg?
Dag, kleine schat. Nee, lieverd, dat kan nou niet, hoor. Nee, lieverd, oma moet nou visites gaan rijden. Die moet nou werken, hè? Ja, dag, schat. Lief dat je gebeld hebt. Dag, Pim. Ja, dag. Doei. Doei. Nee, schattenbout, niet nu. Ik... Oh, Hans, ben jij het? Ja, ik dacht dat het Pimmetje was. Die hangt om de havenklap aan de telefoon. Wat is er? Oh, ja. Nee, dat ben ik niet vergeten, hoor. Ik stop hem net in mijn tas. Toe, Hans, doe niet zo flauw. Waarom zou ik daar nou om liegen? Ach, kom, doe me nou lol. Zo'n ramp is het nou ook weer niet. Ja, dat weet ik wel. Maar zo'n sjaal twee keer expres bij jou vergeten vind ik wel een heel doorzichtig trucje. Dat is het wel. Nee, ik vergeet het niet. Ja, tot vanavond. Lieve help, waar is die rotsjaal? Mevrouw Dobbelsteen! Mevrouw Dobbelsteen! God. Ja, wat is er aan de hand? Waar heb ik in hemelsnaam die rotsjaal gelaten? Die heb je om. Hè? Nee, die bedoel ik niet. Het is mijn eigen sjaal. Ik bedoel die sjaal van dat mens van Hans. Die Esther. Die heb u al lang teruggebracht. Nee. Wat? Heb u dat nog steeds niet gedaan? Oh, nou neem me niet kwalijk. Kom, dan word ik wel een beetje giechelig van. Ja, dat begrijp ik. Maar waar is die? Ja, nou, hier in huis is hij in ieder geval niet. Dat weet ik heel zeker. Oh, mevrouw Dobbelsteen, die sjaal die moet ogenblikkelijk boven water komen. Anders kan ik linea recta door naar een advocaat voor een echtscheiding. Oh, waar is die sjaal? Welke sjaal? Die van Esther? Ja. Ben je zeker kwijt, hè? Ja. Nou, hoe kan dat nou? Oh, Gert-Jan, nou niet zo vreselijk grappig. Ik moet opschieten en ik ben al zo laat. Die sjaal ligt in het dashboardkastje van je auto. Oh. En hier zijn je sleutels. Oh, Gert-Jan, als ik jou toch niet had. Gelukkig. Hè, heb ik ook niet echt tegen Hans gejokt. Oh. Nou, echt keurig hoor, Koos. Keurig. Hé, meneer, vindt u ook niet? Ja, uitstekend. Ja, hij zal nee zeggen. Nee, ik meen het echt. Als ik vind dat het niet staat, zou ik het ook zeggen. U zult er geen spijt van hebben. Kijk even met die overhemd erbij en die das. Oh ja, hoor. Wat vindt u er zelf eigenlijk van? Ja, nou ja. Zal wel. Het zal wel. Hoezo? Het staat u voortreffelijk, eerlijk waar. Jawel, maar is het daar niet een beetje overdreven? Overdreven kom je daar nou bij? Nou ja, ik lijk Luns wel. Nou, Luns ziet er toch ook altijd bepaaldelijk keurig uit? Die manier. Jawel, maar een directeur van Koyo Video BV is toch wat anders dan secretaris-generaal van de NATO. Ja, macho jing. Zijn ze van Dam thuis? Nee. Oh, wat jammer. Ik heb namelijk wat voor haar. Nou, komt u toch binnen? Oké. Even dan. Gaat u toch zitten? Nou, ik heb niet zoveel tijd. Kasper. Ik heb niet zoveel tijd, Kasper. Maar even toch wel. Ik ben nog zo blij dat ik eindelijk eens kennis met u mag maken. Oh ja? Hoe dat zo? Nou, Esther sprak zo enthousiast over uw man, dat ik me echt een beetje ongerust begon te maken. Maar nu ik u gezien heb, is dat over. Hoe bedoel je? Nou, iemand die zo'n beeldschone vrouw heeft, kijkt niet zo gauw naar een ander. Zo, dat is een leuke binnenkomen. Ik denk dat ik toch maar eventjes ga zitten. Tof. Sherry? Nee, dankjewel, zeg. Ik moet nog rijden. Heb je geen koffie? Die heb ik zo gezet. Oh nee, laat maar. Zoveel tijd heb ik nu ook weer niet. Zo. Nou, dat is jammer, zeg, dat Esther er niet is. Nou, ze blijft tot een uur of 8, 9 weg. Vertel eens eerlijk, Kasper. Maakte jij je echt ongerust?
Nee. Wat zal ik zeggen? Weet jij dan misschien iets wat ik nog niet weet? Nee, nee, maar ik weet wel dat ze zwak heeft voor iets oudere mannen. Ja, ik ben een uitzondering. Dat zegt ze zelf en dat is ze eigenlijk voor mij ook. Zo'n uitzondering. Hoe bedoel je? Omdat ik eigenlijk val op iets oudere vrouwen. Gelukkig passen jullie dus uitstekend bij elkaar. Nee, ik meen het. Zal ik jou eens een geheimtje verklappen, Casper? Ja? Weet je, ik val ook op iets oudere mannen en ik maak geen uitzondering. Nou, dan blijft er dus niks anders over dan in stilte te aanbidden. Mag dat? Ja, natuurlijk, jongen. Je mag het zelfs hardop doen. Zal ik dan toch een kopje koffie zetten? Nou, als je het heel vlug doet. In een wip. Is dat vlug genoeg? Nou, als het kan, liever in een handomdraai. Eén kleintje koffie. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin. And let me feel your heart. Zo. Zo, nou, Koos. Dan ga ik eventjes hardop schieten, hè. En dan moet jij even voor me naar de groentemarkt gaan. En dan haal je even een bloemkooltje. En dan moet je zorgen dat het een goede witte is en een beetje stevig, hè. Nou, moet je het laatste, dat heb ik toch... Wacht eventjes, je moet vooral even kijken of hij goed vast is. En dan moet je ook een beetje pieterselie meenemen voor in het gehakt. En dat moet je vlug doen, hoor, allemaal. En dan ga je eventjes naar de supermarkt. En dan haal je zo'n plastic zakje, weet je wel, met, hoe heet het, geraspte kaas. Want dat wil ik door het sausje doen. Nou, doe je dat eventjes. Ja. En wel een beetje snel, hè. Hou, nou eens op. Ratelslang, hè. Waarom moet ik dat doen? Waarom doet hij niet zelf? Ik heb mijn werk. Doe het zelf. Nou, zeg, doe niet zo kapzonesachtig, kom. Je bent gewoon directeur in spe van Koyo Video BV. Maar je bent niet de secretaris-generaal van de NATO, begrijp je dat? Nou, en geef die zak maar hier, want die laat je toch weer ergens liggen. Oh, nou, tja. Doe jij even open en dan neem ik het over. Gecht, doe dat toch! Met de assistenten van dokter van de Ploeg. Goedemiddag. Hey. Bekend gezicht. Van de televisie. Henny Huisman! Nee, dat kan niet. Henny Huisman! Ja, ben je echt Henny Huisman of lijkt er alleen maar op? Ja, nee. Ik praat natuurlijk nergens. Nee, Henny Huisman, hoe is dit mogelijk, zeg ik? Oh, geweldig, hier in ons huis. Kom je voor de dokter? Ja, oh, nou, dan moet ik... Oh, wacht, ik weet het nog... Ik ben nog veel beter gemaakt. Weet je wat je moet doen? Moet je naar boven gaan? Moet je de tweede deur rechts? Er zit mijn vrouw. Maar, dan moet je niet zeggen dat ik je gestuurd heb natuurlijk hoor. Maar dan moet je gewoon naar binnen gaan. Dan krijg je misschien een lekker kop. Geweldig dat je bij ons in huis bent. Zeg, gewoon in levende lijven. Zeg. Daarboven. Tweede trap omhoog. Hè. Hey, en moet je luisteren. Moet je aan me vragen. Moet je niet zeggen dat ik het gezet heb. Wat moet je hebben? Moet je vragen of ze wil zingen? I did it my way. I did it my way. Je kan ze geweldig zingen. Ze zijn heel goed voor je programma zeggen. En in je huis. Hey, en die enge man met die glimmende bril, die moet eruit hoor. Hey, laat hem een bril gaan verkopen. Hey, tweede deur rechts, hè. Tweede deur rechts. En die huisman was mannelijk. Hier zijn de meis in het voorhuis. Ja. Vier zijn de muis in het voorhuis. In het voorhuis. Ja, nee, er staat een meneer in de kamer, hoor, Pimmetje. Tante Mientje moet eventjes met de meneer praten, hè? Ja, Pim zijn de muis in het voorhuis. Oh, nee, neem me niet kwalijk, hoor. Dit was de kleinzoon van de dokter, begrijpt u wel. Wat kan ik voor u doen? Oh, u hebt wat aan uw stem? Oh, ja. Hebben we een afspraak? Ja, de dokter die is visite rijden, hè? Begrijpt u wel? Hoe laat had u dat? Nou, ze zal wel zo terug zijn. Het kan wel eens uitlopen, hè? Gaat u maar even zitten. Wil ik op je thee? Vind je het erg dat ik even doorga? Want ik ben een beetje laat, zie je. Ik ben even weg. Zo. Nou, even met de Franse slag. Hier zijn wij in het voorhuis.
dacht dat ik het zo op de man afvraag, maar... bent u nou niet? Ben je het echt? Wat vreselijk leuk! Ben je het echt, Albert? Ik geef je een zoen. Wat hartstikke leuk, jongen, dat ik je... wat zou mijn zuster Annie jaloers zijn? Dat ik zo laat ben, maar ja, ik werd opgehouden en... nou ja, zullen we dan maar meteen naar mijn spreekkamer gaan, meneer Huisman? Meneer Huisman? Dus dan ben je het niet? Had het dan meteen gezet? Ik zou gezworen hebben dat je mijn oude buurman uit de looien staat was. Komt u mee? Manus Klumpers, had ik gedacht. Daar had ik nou een eet op kunnen doen. Hij heeft zijn mond niet open gedaan. Zelfs niet tegen me voor Dobbelsteen. Ik had Dobbelsteens gezicht wel eens willen zien. Dat van Hennie was anders ook de moeite waard. Ik zal hem straks in de pauze nog even aanstippen. Hé, ja. Hans, hoor, we doen niet open. Dat kunnen we niet maken om te laten komen in het theater met twee vrijkaartjes. Ja, maar ik kan het ook niet maken om niet open te doen. Stel je voor dat het een patiënt is. Ik kijk wel even en als het kan, dan poeier ik hem af. Dat was Kasper, het vriendje van Esther. Je had je sjaal bij hem vergeten. Lidie. Dat is toch wel een heel doorzichtig trucje.